wedstrijd gelijk even op, hè. We spelen 4-3-3. Blijf ook spelen voorin als je links buiten staat. Vanavond heeft u een beeld gekregen van enkele mensen van de landmacht. Mensen van vlees en bloed. Mensen die naar hun werk fietsen en hobby's hebben. Mensen die lachen en huilen. Mensen die gewoon naast u kunnen wonen of bij u in de vereniging kunnen zitten. Om deze mensen draait het bij de landmacht. Want in het land optreden is het succes afhankelijk van de mens. In conflictgebieden lopen we tussen de lokale bevolking. Zo open als mogelijk, zo beschermd als noodzakelijk. In een omgeving waar de vrouw met de boodschappentas in een seconde kan veranderen tot een gewapende vijand. In die complexe en dynamische omgeving kijken onze militairen de mensen in de ogen. Landmachtmilitairen dragen, en vaak op jonge leeftijd, grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van elkaar en van de burgers die op hen rekenen. Met in eerste instantie het woord en laatste instantie het wapen als instrument. Elke militair heeft zo'n zijn eigen reden om dit leven te kiezen. Voor de een is het een roeping, voor de ander een tijdelijk avontuur. Wat hem bindt is de overtuiging dat er een krijgsmacht nodig is, omdat er altijd mensen nodig zijn die opkomen voor anderen. Ver weg en hier in Nederland. Mensen die fysiek en mentaal in staat zijn en de middelen hebben om door te kunnen gaan waar dat voor de gemiddelde mens niet meer mogelijk is. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Wij zijn nu 200 jaar een koninkrijk en onze landmacht is 200 jaar koninklijk. Met deze concerten willen we dat vieren. Met u. Want wij zijn uw leger en dit is dus wie wij zijn. Mijn naam is Mart de Kruif, ik ben een trotse commandant van de Koninklijke Landmacht en ik hoop dat u dat gevoel met mij deelt.